wil je graag iets laten zien. Dat is een nieuwe app. De app heet Grid for iPad. Je kunt hem hier rechtsbovenaan zien. De prijs van de app, die zie je hier ook onder, is €399,99. En het geeft alle mogelijkheden die je ook op de Grid software hebt voor op je spraakcomputer, om dat nu ook te gebruiken op een gewone iPad. En je kunt alle bewerkingsmogelijkheden gebruiken op je app. Ik heb hem al geïnstalleerd, net zoals dat je dat gewend was te doen op het moment dat je de Grid 3 op je spraakcomputer of op je laptop had staan. Nou, voor degenen die Grid al kennen, zie je hier een scherm wat lijkt op wat je ook op de computer kunt gebruiken. En met daarbij de verschillende paginasets die daar ook bij staan, die gewoon beschikbaar zijn en die je in kunt laden. Waarbij je de woorden kunt vinden die je nodig hebt. En bijvoorbeeld dus Ik vind het cool. Dus op die manier kun je hierin heel gemakkelijk je zinnen samenstellen. En ik kan nu of één woord verwijderen door op deze knop te klikken of te zeggen ik wil alles leegmaken. En ik kan natuurlijk ook weer terug. En hier heb je ook in deze standaard paginaset al de mogelijkheid om het toetsenbord te gebruiken. En dus bijvoorbeeld iets te gaan typen. Hallo. En dat vervolgens uit te laten spreken met de knop hier rechtsboven. Hallo. Kun je het ook nog een keer laten uitspreken. En vervolgens kan ik het weer leegmaken. Als ik op dit eerste scherm in de Grid Explorer nog een nieuwe paginaset wil toevoegen, klik ik op het plusje. En vervolgens kan ik in alle paginasets die beschikbaar zijn, die zij al ontwikkeld hebben, kijken of daar iets tussen zit wat ik graag zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld nog de Symbol Talker C, de Symbol Talker C, net hoe je het uit wilt spreken. En die kan ik door te klikken op Add heel eenvoudig toevoegen. Je ziet ook dat die Nederlands is op het moment dat we hem gaan toevoegen. En dan is dat eigenlijk al gebeurd. En vervolgens kan ik hem hier openen. En zie je dat hier ook heel veel mogelijkheden staan om al te gaan communiceren. Ik wil iets drinken. Dan vervolgens zie je dat hij verspringt. En dat je dan cappuccino. Je koffie uit kan kiezen. Ik wil cappuccino. En dan zie je dat hij houden van verspringt. Hou van koffie. En op die manier kun je zin maken. Zij houden van sinaasappelsap. En zo kun je dan op dit niveau vrij correcte zinnen maken om te gebruiken in je communicatie. Als we teruggaan naar de Symbol Talker, kunnen we bijvoorbeeld ook hier kijken bij eten en drinken. En dan bijvoorbeeld de tussendoortjes. En nou zou je misschien wel iets willen toevoegen, bijvoorbeeld een bepaalde reep die je wel eens graag eet. Dan ga ik rechtsbovenin naar Edit. Edit Grid. En dan zie je dat dit vakje hier onder yoghurt en naast boterham al voorbereid is om daar een lijst van te maken en om daar dus eenvoudig een woord aan toe te voegen. Dan klik ik op Edit Cell. En dan kan ik die aanpassen. En dit zijn de woorden die in deze lijst al gezet zijn. Dus ik wil een woord aan de lijst toevoegen. Dan doe ik een plusje. Dan kan ik typen. En dan typ ik bijvoorbeeld reep in. Nou, dan zien we dat daar al een plaatje bij verschijnt. En dan druk ik op Enter. Dan staat hij onderaan in de lijst. En je ziet hem op de achtergrond al verschijnen. Klik ik op Done. En dan klik ik nog een keer linksbovenin op Done. En dan nog een keer op Finish Editing. Want ik wil geen ander plaatje meer toevoegen op dit moment. En dan staat hij erbij. Ik hou van reep. Ik hou van een reep. Ik wil graag een reep eten. Misschien wel Ik hou van fruit. Van een fruitreep. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Om op die manier in ieder geval je zin te kunnen gaan maken. En als ik klik op thuis, dan kom ik weer op de eerste pagina. En zo zou ik ook bij vervoer kunnen kijken.
en daar misschien iets tegenkomen. Ik denk, scootmobiel, dat is niet zo heel erg aan de orde. Die wil ik aanpassen. Dan kan ik ook weer naar edit, edit grid en dit vakje aantikken. Edit cel. En kan ik op dezelfde manier hier weer een nieuw woord gaan toevoegen. Daarnaast geeft de grid, voor degenen die het programma nog niet kennen, ook de mogelijkheid om in de instellingen, nou moet ik even een andere hebben, dingen aan te passen in bijvoorbeeld het thema, waarbij je dan kunt zeggen, ik wil dat het er anders uitziet. Ik wil dat het bijvoorbeeld meer het moderne thema krijgt. Je ziet dat er iets verschuift in de knoppen en dat het lettertype verandert. Of bubble, waarin het lettertype ook weer aangepast wordt. Of dus de blokkie waarbij het een heel strak lettertype krijgt. Dit zijn standaard stijlen die je kunt gebruiken. En je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil in plaats van dat het de tekst eronder erboven staat. En dan heb je dat met één klik eigenlijk op alle vakjes direct aangepast. En je kunt ook heel eenvoudig zeggen, ik wil dat er meer ruimte tussen de losse vakken zit. Of juist heel weinig ruimte tussen de losse vakken zit. En dat kun je eigenlijk allemaal heel eenvoudig aanpassen. En ook bijvoorbeeld, als je rechtsbovenin kijkt, heb ik nu nog een andere geselecteerd grid background. En kan ik dus de kleur aanpassen. En kan ik zeggen, van nou, ik wil niet deze geel, maar ik wil hem een iets andere kleur geven. Of ik wil die gebruiken. En dan zie je dat met één druk op de knop ook dat soort aspecten van de pagina kunnen worden aangepast. En die laat ik nu nog eventjes achterwege, want ik hoef het niet per se te veranderen. Maar op deze manier kun je dus heel eenvoudig heel veel dingen aanpassen. En zoals je ziet is nu de stijl aangepast. Hebben we nu de rechte hoeken in de pagina sets. En deze pagina's kun je ook gebruiken voor bijvoorbeeld gewoon tekst. En dan zie je dat die bovenin direct laat zien de zinnen die we net ook al hebben gemaakt. Ik wil cappuccino. Ik wil cappuccino. En dat hij dus onthoudt wat je gezegd hebt, zodat je die eventueel nog een keer kunt gebruiken. En als je nou nog meer paginasets wilt gebruiken die al misschien door een ander gemaakt zijn, kun je bij de grid ook altijd online grids zoeken. En dan zie je dat er een heleboel paginasets beschikbaar zijn die door anderen gemaakt zijn, die je dan toch ook op je iPad kunt downloaden en kunt gaan gebruiken. Ik ben ontzettend blij en enthousiast over de mogelijkheid om nu deze app te gaan gebruiken. En te zien dat het exact hetzelfde is als dat het was op de laptop. En nu kun je dus zowel spraakcomputers als iPad gebruikers gaan begeleiden of gaan ondersteunen met dezelfde software. Ik ga daar me nog eens verder in verdiepen om te zien hoe de paginasets er precies uitzien. Maar ik zal daar waarschijnlijk nog wel eens wat over laten horen over hoe enthousiast ik erover ben. Of misschien welke aanpassingen er mijns inziens nog nodig zijn. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. En of jullie hem gaan downloaden en gaan proberen. En ja, laat vooral hieronder ook je vragen achter. Dan kan ik je daar verder hopelijk nog eens antwoord op geven als je nog wat meer informatie wilt weten. Want ik kan me voorstellen dat je nog wel wat vragen hebt na het zien van deze film. Neem gerust contact op.